Komende zondag is het Roepingenzondag. Het is de vierde zondag van Pasen. Op die zondag lezen we uit het Evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 10, waarin gesproken wordt over Jezus die de goede herder is. De goede herder wil zeggen die zorg heeft voor zijn schapen, die hem begeleidt en die trouw is aan zijn zorg. Zo hebben we Jezus leren kennen in het Evangelie. Hij riep leerlingen en ze konden van hem leren wat waarachtige liefde is. Hij heeft leerlingen leren zien dat hij, de Zoon van God, de liefde openbaart van de Vader. Steeds opnieuw is de kerk verbonden met die goede herder. Na zijn dood en verrijzenis is hij trouw gebleven en heeft hij de Heilige Geest geschonken aan de leerlingen van het eerste uur. Die Heilige Geest wil de Heer ook schenken aan ons, want de eeuwen door zijn de gaven van zijn Heilige Geest de rode draad. Ook nu vragen we om werkers in de wijngaard van de Heer. De Heer die zelf gevraagd heeft om werkers voor zijn oogst te vragen. Als wij bidden, als wij vragen aan God wat we nodig hebben, dan laten we enerzijds zien dat we beseffen wat nodig is voor zijn kerk. Aan de andere kant leggen we ook in vertrouwen onze handen in Gods handen, omdat Hij ons blijft leiden en blijft gidsen en inspireren. Want de kerk is er niet omwille van zichzelf. De kerk is een missionaire kerk die de naam van Jezus hoog houdt, die de boodschap van het evangelie verspreidt en die mensen tot geloof wil brengen. Geloof in Jezus die de Zoon van God is, gestorven en verrezen voor onze zonden en die ook nu nog onze verlosser is en onze herder. Op Roepingenzondag bidden we heel bijzonder om priesters en diakens. De specifieke roeping tot het priesterschap en het diaconaat ten dienste van de parochies in ons bisdom. Ten dienste van de instellingen die er zijn, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen. Priester zijn betekent beschikbaar zijn voor het evangelie. De verkondiging van het woord van God. De viering van de sacramenten, heel bijzonder de eucharistie. En het leiding geven aan de gemeenschap. En dan de diaken. Het woord diaken betekent dienaar. Ook de diaken is geroepen om het woord van God te verkondigen in woord en daad. Hij is enerzijds dienstbaar aan het altaar, aan de tafel van de eucharistie. Anderzijds dienstbaar aan het werk van de liefde, aan de tafel van de diaconie. Priesters en diakens vullen elkaar aan in de dienst voor onze parochies. Ze zijn voortrekkers, maar niet degene die alles zelf moeten doen. Want juist door hun dienstwerk is het de bedoeling dat alle gedoopten zich bewust zijn van hun taak. Ieder leven van iedere christen heeft van God een bestemming gekregen. En het is een grote genade als je je roep ook werkelijk kunt verstaan en ook werkelijk de bestemming in je leven kunt zien en aanvaarden. We bidden om nieuwe priesters en diakens. Aan de ene kant wil ik dankbaar duidelijk maken dat het fijn is dat er steeds weer zoveel mensen volhouden in het gebed. Er zijn honderden, duizenden mensen in ons bisdom die steeds opnieuw meebidden om nieuwe roepingen. Die met hun gebed Vronestein ondersteunen. En die met hun gebed laten zien hoezeer ook zij het belang zien van nieuwe priesters en diakens voor ons diocese. Natuurlijk, Roepingenzondag is een wereldwijde gebedsdag door Paus Paulus VI ingesteld. Maar heel specifiek mogen we ook bidden in deze dagen op weg naar Roepingenzondag om nieuwe priesters en diakens voor ons diocese. En religieuzen die een eigen charisma hebben van gemeenschapszin, van gebed en liefde tot God en de naaste. Dus ik ben op de eerste plaats dankbaar aan degene die volharden in gebed om nieuwe roepingen aan de Heer te vragen, ook in onze tijd. Aan de andere kant ben ik ook dankbaar voor de priesters en diakens die hun ambt vervullen steeds met de geestkracht die God hen geeft. En bovenal wil ik mij graag richten tot degenen die geroepen zijn tot het priesterschap en het diaconaat in de toekomst. Misschien zijn er ook in ons bisdom jonge mannen die nadenken of de Heer hen misschien tot het priesterschap of het diaconaat heeft bestemd. Je bent nog onderweg in je leven en je studie. Of je bent nog heel actief in je huidige beroep. Zou het kunnen zijn dat de Heer vraagt dat je switcht naar een voorbereiding van studie en begeleiding op het priesterschap, het diaconaat.
Naast bidden is het daarom ook goed dat je erover praat. Nog maar een paar weken geleden hebben rector Broeders en ik via een teammeeting, dat wil zeggen via de computer, gesproken met een aantal kandidaten. Wat betekent geroepen worden door de Heer? Wat zegt dat over je geloof en je vertrouwen in God? Eén ding is duidelijk, als je aanmeldt voor de priester- of diakenopleiding, dan weet je nog niet zeker of je ook werkelijk priester of diaken zult worden. Want de jaren van vorming en opleiding zijn serieuze jaren. Het is belangrijk om dat goed te doen en er ook de tijd en de aandacht voor te nemen. En ik weet zeker dat ook mensen die bidden om roepingen ook deze gang van opleiding en vorming met hun gebed zullen begeleiden. De kerk onderscheidt vier belangrijke pijlers wanneer het gaat om die opleiding en vorming. Op de eerste plaats gaat het om je persoon. Dus de zogenaamde persoonsvorming. Sta je evenwichtig in het leven? Ben je wat dat betreft in balans? Ben je in staat om je open te stellen voor wat God van je vraagt? En naast die persoonsvorming, die persoonlijke basis die er moet zijn, is er de vorming die je zou kunnen noemen de intellectuele vorm. Er moet worden nagedacht. Je moet boeken lezen, je moet studeren, je moet over de vragen van het geloof in deze tijd nadenken en met elkaar spreken. Intellectuele vorming. Het is belangrijk dat priesters en diakens zich ontwikkelen naar geest en hart. Een andere pijler die naast die van de intellectuele vorming wordt gevraagd, is die van de geestelijke vorming, de spirituele vorming. Kun je ook oefenen om een man van gebed te zijn? Kun je oefenen om ook de schrift te openen en het woord van God in je hart op te nemen en het te overwegen? Ben je met de sacramenten verbonden en vertrouwd met de eucharistie? Een man God zijn betekent een biddende mens zijn. Trouw zijn aan de sacramenten en ontvankelijk zijn voor het woord van God. En naast die intellectuele vorming en die bijzondere spirituele of geestelijke vorming is er nog de vorming die de pastorale vorming heet. Dat heeft alles te maken met het werk dat in onze parochies en instellingen worden verricht. Pastorale vorming. Er zit het woord pastor in. Opnieuw herder. De goede herder die op roepingen zondag verkondigd horen worden in het evangelie. Jezus was de mensen nabij. Hij leidde de mensen op de weg van de liefde van God. Hij kon mensen troosten. Hij kon mensen bemoedigen. Hij was in staat tot mensen vergeving te schenken en hij wist mensen ook tot bekering te brengen. Om het nieuwe leven met God te kiezen met heel hun hart. Ook in onze tijd is het belangrijk dat door de pastorale vorming die iemand mag ontvangen op weg naar het priesterschap of diaconaat, ook in de geest van de Heer oefent in wat het betekent om in gesprek te zijn, om ontmoetingen te hebben. En ook om te vertellen als een getuigenis en aansporing wat Jezus in je leven kan betekenen. Bij ziekte, bij verdriet, bij dood en bij eenzaamheid. Als we vandaag op weg gaan naar Roepingen Zondag en we heel dankbaar zijn voor de vele mensen die bidden en voor de vele priesters en diakens die dag in dag uit hun ambt beoefenen in vertrouwen op de Heer, wil ik ook vandaag uitnodigen om in te gaan de roepstem van de Heer als dat aan jou gericht is. Als je nog op weg bent in je studie, als je al bezig bent in het vak dat je nu uitoefent, wees dan nooit bang om te praten over de roeping van de Heer en de roepstem van de Heer mogelijk in jouw leven. Bidden is één ding, praten is een ander ding, want zo kun je delen wat de Heer in ons hart legt. Op weg naar Roepingen Zondag bid ik van harte dat deze Roepingen Zondag een vruchtbare dag mag zijn van gebed, van bezinning, maar ook van het bewustzijn dat we samen de kerk van Christus zijn met vele roepingen die daarin een plaats hebben. Roeping is nooit een weg in je eentje en roeping is nooit een weg los van God. Het is ook niet alleen maar de weg van onze ambities. Het is ook vooral de weg die de Heer laat zien als je ervoor openstaat, als je ervoor bidt en als je erover praat. De komende dagen wil ik bijzonder bidden voor Roepingen Zondag 2021. Ik hoop dat met velen te doen. En ik hoop dat degenen die in hun hart de roepstem van de Heer menen te verstaan, menen te voelen dat ze tot het priesterschap of het diaconaat zijn geroepen, hen wil ik vragen om hun hart te openen
en het gesprek aan te gaan. En te weten dat de kerk altijd open staat om over onze bestemming als mens naar Gods bedoelingen te spreken. Roepingen zondag, een prachtig moment om met de verrezen Heer samen de Eucharistie te vieren. Om werkelijk zijn woord te horen en de kracht van de geest te vragen om nieuwe roepingen. Dank voor uw gebed. Dank voor je openheid. En durf het om te spreken en te delen wat de Heer in je hart heeft gelegd.